Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Upside Down. Ik heb alle kinderen naar school gebracht. Laat ik jullie even vertellen wat er gisteravond is gebeurd. Ik kan geen adem halen. Deze pot, heb ik op mijn neus gehad. Ja. Ik was dit zo aan het pakken. Met twee handen, let wel, met twee handen. Ik ben nu met één hand aan het filmen. Maar ik was hem aan het pakken voor Joef een koekje te geven. Want dat krijg je elke avond als we naar bed gaan, krijg je een lekkere koekje. En ik had krachtsverlies. Dat heb ik wel ooit eens vaker. Dat heeft met de fibromyalgie te maken. Kan ik niks aan doen. En die pot flikkert recht zo op mijn neus. En de zijkant doen. Ik was zo aan het doen. En hoppakee. Ja. Bloedneus. Dan heb ik jou daar. Niet gezond. Dit hele hier. Dit hele gebied hier. Zo. Hier zo. Oh. Pijn. Maar goed, ik heb gekoeld, ik heb bloeden gesteld, ben uiteindelijk gaan slapen en ik sta vanochtend op en ik denk, oh, koppijn, oh. Maar goed hè, je gaat de kinderen naar school brengen. Sam, of eerst Jordi weggebracht, toen Sam in zijn klas afgezet en toen Liam in zijn klas. En Liam had Takkie bij zich, dus ik moest Liam even aanspreken van... Liam, luister, jij gaat straks met die juf Takkie wegleggen. Want hij wou Takkie laten zien aan die juf. Prima, allemaal goed. Wat doet dat kind? Die pakt, gaat met zijn hoofd zo... recht hier zo tegen mijn neus aan. Die juf die zei, gaat het wel? Ik zeg, nou... Ik heb gisteravond een glazen pot op mijn neus gehad, maar ik zeg net weer een tik. Jezus. Echt. Maar goed. Als jullie zien dat ik blauw ben, het is wel iets dikker. Hier zo is het dikker. En dat tussenschot, dat stond al scheef. En dat stond al scheef, maar dat tussenschot doet ook pijn. Maar als jullie hier iets zien... Ik heb geen knal gehad van Niels. Oh, dat doet zelfs pijn. Ik heb geen knal gehad van Niels. Nope. Dat heb ik allemaal niet gehad. Nee, ik heb een glazen pot op mijn snavel gehad. Zelfs dit doet pijn. Misschien is hier wel zwaar gekneusd, denk ik, of zo. Echt, oh. Maar goed, in ieder geval. Ja. Die glazen pot staat er nog steeds. Maar Niels mag vanavond Joef een koekje geven. Dat is één ding dat ik zeker weet. Maar goed. Over vandaag gesproken. Ik heb een drukke dag. Ik ga dadelijk eerst hier poetsen. En ik moet even een paar boodschapjes halen. En om 2 uur moet ik Jordi weer gaan halen. En daarna Liam en Sam. Dan is Niels ergens rond die koers ook weer thuis. Ja, tegen 4 uur of zo. Dan gaan we eten. Na het eten gaat Niels naar Inge toe. Maar Inge is niet thuis. Inge is op vakantie. Dan gaat hij Julan ophalen. Een van de tweeling. Die komt van het weekend bij ons logeren. En nadat ik mijn kinderen op bed liggen, komen hier ook nog 2 kindjes. Van papa en mama bij feestje en van een vriendin van mij. Papa en mama bij feestje en ze hadden problemen met oppas. Dus ik zeg, nou weet je wat, kom maar hierheen. Haar oudste dochter heeft autisme. Dus, en die voelt zich altijd wel fijn en prettig bij mij. Haar zoontje, die speelt toch wel. Die vindt het hier ook leuk. Dus, ja, die zijn vanavond bij ons. Gaan we een filmpje kijken en
lekker op de bank hangen met haar chippies. Dus dat is wat we gaan doen. En dan tegen die tijd dat de kindjes weer weggaan, is Niels ook weer terug. Dus ja, dat. Ik heb een drukke dag. Ik ga eerst even mijn medicatie pakken voor mijn schildklier. Even een boterham eten en dan ga ik aan de slag. Zo, het bed voor Julan staat klaar. Hij wil geen dekbed. Ik heb het aan hem gevraagd. Ik zeg, jongen, wat wil je? Ja, ik wil geen dekbed. Gewoon een vliesdeken. Ik zeg, ja, is goed. Leg ik er twee neer. Kun jij je ding doen. Die kussens vond hij ook helemaal fijn. Dus ja, dat. Dan ga ik nu wat eten. Nou, luidjes. Ik en mijn grote neus. Hij is hier best dik. Als je het vergelijkt, zeg maar, hier zo. Hier. Maar goed, ik heb een dikke neus. Hebben de kinderen op bed gelegd. Ik heb niet veel kunnen filmen, want ik had gewoon druk met de kinderen. Ik heb hier ook nog straks alles gepoetst. Kinderen liggen op bed. En ik ga daar ook mijn vriendin appen dat ik de kinderen op bed heb liggen. We kunnen haar kinderen komen. Ik heb niet zoveel last van haar kinderen, dus daar valt wel mee. Niels is Julan ophalen. En blijkbaar had hij ook nog iets mee om te proberen, maar ik heb geen idee wat. Ik kreeg dat te horen van Inge. Nou ja, hè, we zullen het wel zien. Dus ja, dat. Ik ga nog even plassen en dan ga ik zo mijn vriendin appen dat ik klaar ben. Een hele goede morgen. Liam is al aan het spelen. En iemand is daarvoor aan het zorgen. Hallo. Dat hij allemaal ballen daarin heeft. Ze zijn allemaal blij dat Julan er is. Ja. Wij zijn ook blij dat Julan er is. Toch, papa? Niels is aan het leren. Ik ben net wakker. Niels was al om 7 uur wakker. Dus ja, dat. Kwart voor 7. Kwart voor 7, oké. Nog erger. Hier is Jordi. En waar is Sam? Hoi! Hoi Sam! Heb je nog de kont? Ik ben ook snot de kont. Nu gaan we lekker worstenbroodje eten. Julan heeft ook worstenbroodje. Niels ook. Jordi heeft ook worstenbroodje. Liam niet. Liam houdt niet van worstenbroodjes. Die heeft een broodje met boterhammenworst. Is lekker boterhammenworst aan het eten. En Sam heeft ook. Wanneer Julan hier is, worden er van allerlei dingetjes verzonnen. Zo gaan we ook allemaal ballen in het zwembad doen. Ja, klopt. Vind je het leuk? Heeft Julan mooi gemaakt, hè? Hij is helemaal blij met jou. Ik had Jordi heel even meegenomen naar de winkel. Dat heb ik geregeld. Nu is Niels heel eventjes met Julan hondenvoer halen, want dat had ik nodig. En een pizza schep, want we gingen pizza maken op dat ding wat Niels laatst voor Vaderdag en voor zijn verjaardag heeft gekregen. Ik weet even de naam niet. Dadelijk moet ik pizza deeg maken. Sam die is momenteel even aan het spelen met Peppa Pig. En ja, ik ben gewoon ondertussen huishoudelijke dingen aan het doen. Julan? Ja. Mama die was naar Duitsland geweest, hè? Ja. En wat ze meegebracht? Zupa Dickmans. En dit is? Lemon cheesecake. Ja, lemon cheesecake. En die moesten we maar gaan proeven, hè? Zullen we het doen? Durf je het aan? Ze zien er zo uit. Nee, jij hebt dat. Het is witte chocola. En er zit iets op. Mag. Maar hij smaakt naar citroen. Ja. Het smaakt wel naar cheesecake, vind ik. Heb je ooit cheesecake gehad? Uh-huh.
Ja, maar wel beter. Het is heel romig, dat wel. Ja. De crème die erin zit, die is echt citroenachtig, vind ik. Ja. En de de chocola, zeg maar, die maakt het wel beter. Je moet het wel echt tegelijk eten, niet apart van elkaar. Ja. Wat vind jij, lekker? Jawel. Ik zou dit harder niet los gaan eten, maar de binnenkant kan wel. Je vindt de binnenkant lekkerder? Ja. Oké. Snap ik. Ja, bij mij is meer de buitenkant wel en de binnenkant minder, zeg maar. Niels, wat vind jij? Op zich wel lekker, voor één keer. Voor één keer vind je het wel lekker? Ja. Okay. Is het een aanrader om te kopen? Nou, om te proberen zeker. Ja. Dat zeker, ja. Zou je hier nou een hele doos van moeten opeten? Nee. Nee, hè? Nee. Dus... dat is wat we te proeven hadden. Het kan. Het kan, ja. Maar we hebben nog meer te proeven, hè? Ja. Ik heb ook nog iets. Maar dat doen we later. Ja. Yummy? Nou, Liam vindt volgens mij wel lekker. Ja. De gewone, die vond hij niet zo lekker. Je bent een clown. Nami. Moet je zo op je neus Yummy. Doen? Moet je op je neus doen, Liam? Nee, doe nou niet. Liam. Heb je lippenstift op? Zo doen en dan op die neus. Nee, op je neus. Doe maar happen. Niet? Oh. Happen. Yummy? Nami. Oké. Nou, voor Liam is je dus goed gekeurd. Ik heb pizza deeg gemaakt. Het was zo druk dat ik het ineens heb gefilmd. Maar ik had hem net een kwartier laten rijzen toen ik je deeg gemaakt. En een kwartier, zeg maar, dan kan ik er bolletjes van maken. Dus wat ik doe... Ik hoop dat ik het zo een beetje kan laten zien. Ik draai hem om. Dicht. Dan draai je hem om en dan maak je hem lekker een bolletje van. Tadaa. En dan is dit de onderkant. En dan heb ik het vervolgens hier staan en dan kan het een uurtje gaan rijzen. Als dit nou een goed recept is, dan ga ik hem met jullie delen. Ik heb hem van internet ergens afgeplukt. Dan zorg ik ervoor dat diegene van wie ik het heb, zeg maar, ook bedankt wordt, zeg maar. Voor nu is het gewoon nog even uitproberen. Dan ga ik nu tomatensaus maken. Tomatensaus is gewoon niets meer, niets minder dan de frito, tomato frito. En Italiaanse kruiden. Dat is mijn tomatensaus. Ik heb ook deze gehaald voor de zekerheid. Voor als dit mislukt, dan heb ik in ieder geval iets wat ik snel nog even kan doen. Maar die heb ik tot nu toe nog niet nodig gehad. Het lijkt me een prima deegje. Maar we moeten het natuurlijk even zien. Komt allemaal in orde. We hebben er inmiddels al één pizza in zitten. Die van Julan, die heeft hij net zelf belegd. En Julan gaat nu ook de pizza voor Niels beleggen samen met mij. Want ik weet ongeveer wat Niels erop wil hebben. En vind je het leuk? Ja. Ja? Oké. Nou zie je de saus erop en leggen.
ik heb hem natuurlijk. Die ziet er lekker uit. Ook voor mij is de pizza klaar. Ik heb een vegetarische pizza. En ik ga het nu proberen. Er zit hier prei, champignons, paprika, kaas en tomatensaus op. Dus. Wacht even, jongen. Huh? Lekker. Het regent, de pannen worden nat. De kinderen liggen op bed. Dus dat geeft tijd voor de grote heren om te klooien in het bad. En Julan heeft het naar zijn zin, volgens mij. En Niels is met lampjes bezig, want die zijn voor in het water. Ja, alleen deze wil niet te dicht zijn. Oh. Die andere keer al filmen. Even laten zien natuurlijk, hè. Oh, dat is wel heel romantisch. Geef licht. En nu niet meer. Tuurlijk. Nou. Nou ben ik zeiknat. Scheidjong. Karma. Nee, is niet karma. Zit je nou te lachen? Ja. Want jij gaat nou ook zwemmen. Nee, ik ga niet zwemmen, gek. Ja. Ik ga echt niet zwemmen. Ze zijn niet goed. Ik heb van de week al in gezeten. Ik ga hier opruimen. Want ja, hè? Ja. Dat. Geen zorgen, het kind leeft nog. Hallo. Hij leeft nog steeds. Ja. Kijk, zo kom ik terug. Nee. Niels, ik ga niks doen. Hij kan, Niels. Niels, aan de kant van dat jonge bommetje doen. Je moet mij nadoen, ja? Ga je dat ook doen? Ben je niet goed? Ja. Je bent niet goed. Ja, is nou klaar? Ja. Die zijn echt koekoek. Nou, meneer is uit het zwembad. Hij is lekker gedoucht. Ja. Ja. En hij zit klaar voor voetbal te kijken. Maar je krijgt het niet. Ga weg. We hebben nog twee dingen te proeven vandaag. Of dit weekend in ieder geval. Dus dat gaan we nu doen. Wat gaan we proeven? Deze Doritos chips. Ja, en dat moet naar de Whopper van Burger King smaken. Ja. En deze Pringles met pizza smaak. Ja. Nou, jij kiest wel weer eens proberen. Eigenlijk moet dit gewoon naar een hamburger smaken. Hoe moet je het eigenlijk doen? Heb je ooit Whopper van een burger gehad? Nee. Nee? Eigenlijk moet het gewoon naar een hamburger smaken. Oh ja. Smaakt niet naar een hamburger. Smaakt wel een beetje naar de saus van een hamburger. Net zoals de Big Mac saus. Snap je wat ik bedoel? Een Big Mac ken je wel, toch? Ja. Het zure is een beetje omdat er augurk smaak aan zit. Ja. Zou ik deze nog een keer kopen? Om jouw moeder te vervelen. Ja. Want die zegt tegen dit nee. Het is niet overdreven vies. Nee. Het is oké. Ik zou niet de hele zak opeten. Nee. En het is ook niet zo dat ik echt specifiek Whopper uit haal. Ja. Hamburger. En dat je niet met tomaten, en ui en augurk. En dat je niet hele 300 zakken in de kast hebt. Nou. Nee. Dat, om te proberen ja. Maar is het echt een Whopper smaak? Nee. Meer zuurige smaak. Ja.
van de overrek. Nu gaan we de Pringles. Ja. Ik heb al één keer gegeten. Oh ja? Ja. Dus jij weet al hoe het smaakt? Een beetje. Oké. Ik snap waar de smaak vandaan komt. Ja, het smaakt wel een beetje naar pizza. Ja, een beetje. Maar ook niet. Ja, pepperoni proef je. De pittigheid van de pepperoni proef je daarna. Maar. Ik snap dat er Italian style pepperoni pizza op staat. Maar ik proef eigenlijk alleen maar de pepperoni. Ja. Ja, een heel klein beetje de pizza. Nou, ik zelf niet. Maar ik snap dat het erop staat. Ja. Ja. Nou, zijn we klaar met proberen? Ja. Al met al, zou je die nog een keer kopen? Kan voor een keer. Voor een keer tussendoor? Ja. Ik persoonlijk niet, misschien Niels. En ik had nog nerds. In verschillende smaken. En de normale versie. Nee, doe. En ik had cola, kers, sinaasappel en nog iets. Nerds. Ja, jij weet hoe ze smaken. Proef je gewoon de smaak. Mm-hmm. En als je er helemaal doorheen bent, voelt het een beetje als een paar suiker dingen in je mond. Suikerklontje of? Nee, geen klontjes. Oké, suikerpoeder. Ja. Oké. Ik zou niet weten, ik heb ze niet geproefd, maar lijkt ze niet te zoet. Dus, het is niet erg zoet. Wat zeg je? Het is niet erg zoet. Ik heb er 2. En? Weet je waar dit naar smaakt? Nou? Ken jij die kettingen die je om je armen... Ja, die snoepkettingen daarna. Daar smaakt dit naar. Met die klokken. Ja. Die nepklok. Ja. Ken je die aan? Ja. Ja, nou, daar smaakt nepklok. Daar smaken nerds naar. Ja. Wel een beetje als ik er nu aan denk. Ja, hè? Ja. Nou, dus dan weten jullie ook hoe nerds maken. Want mensen die hier naar kijken zijn vaak wat ouder. Dus dat. Nou, dit was onze proefsessie. De heren gaan zo voetbal kijken. Ik ga hier even verder opruimen en even stofzuigen en dweilen. Want mijn vloer is één grote zandbende. En dan... Al van die kleintjes. Ja, die lopen met zand alles naar binnen. Hè? Ja. Ja. Dus als je hier nu loopt, hier aan de zijkant, dan heb je het idee alsof je in een zandbak staat op het strand. Dat mag weer niet. Ja, ik vind hem wel. Maar goed, ik ga dat zo dadelijk even oplossen. Dat morgen weer lekker schoon is voor Jordi om overheen te kruipen. Ja, die kroop naar buiten, naar binnen en die hoek weer terug. Ja, zeker. Dus dan is het weer schoon. Ik heb even ontbijt gemaakt. Deze is voor Sam, Liam, Julan, Jordi. We zijn even met alle kindjes en Julan naar de speeltuin. Ik weet nog niet hoe dat de kindjes er morgen op gaan reageren. Maar dat gaan we zien. Jordi is in ieder geval happy. Thank you.
Dus maar goed dat het einde van, het jaar is, dat het dadelijk vakantie is. Want morgen hoeven ze niks. Alleen Jordi. En dan zien we het wel weer. En we doen lekker picknicken. Is lekker, hè? Yum, yum. En Jordi doet ondertussen ook eten. Ja, Julan is weer weg. Moet je roepen, Julan! Waar ben jij? Op Wiering? Een eendje. Oh, hier zijn beweegd. Julan, ben je moe? Nee? Lekker relaxen. Goed gelijk. Samen met Liam. En in de bende van ellende hier zijn Sam en Jordi en papa. Papa zit formule in te kijken. En ze zitten lekker te snacken. Nou, we hebben de kinderen gedoucht. Niels is nu... En de kinderen liggen op bed. Niels is nu met Julan naar het oosten aan het rijden. En die tv kan nu uit. En ik kan de hele bende op gaan ruimen. Ik heb ook nog gedoucht net. Dus ja, ik ga mijn oortjes in doen. En ik ga even aan de slag zorgen dat het weer allemaal spik en span is. Ik heb de boel gepoetst en alles. En alles is weer schoon. Alles staat klaar. Kijk, oké, alles staat klaar. Niels is onderweg naar huis, maar ik wil nog heel eventjes iets doen, want het is natuurlijk voor mij aankomende week, dus maandag tot en met vrijdag, de laatste week van school voor de zomervakantie. Nou gaan Liam en Sam nog wel in de zomervakantie de eerste week, de woensdag, donderdag, vrijdag naar school en in de laatste week volgens mij ook, maar ik weet niet zeker. Maar in ieder geval zoiets was het en... ja, feitelijk gezien is het dus de laatste week van school. En ja, je doet altijd, tenminste ik doe altijd iets. Je bent daar nooit verplicht natuurlijk, hè. Ik ben bij, gaan kijken, tuindreef.nl. En daar had ik bedankjes voor de juffen gevonden. Ik heb al vaker bij Tuindreef bedankjes gedaan. Maar dit was weer iets heel anders, wat ik nog niet had gedaan. En dat vind ik altijd wel leuk. Ik heb allemaal kaartjes laten maken. En ik heb bij Liam en Sam op school heb ik ook twee poetsjuffen. En ik vind het heel belangrijk dat die ook bedankt worden. Nou is er bij Jordi ook heel veel poetsjuffen. Alleen ja, die poetsjuffen bij Liam en Sam op school, die spreek ik ook wel eens persoonlijk. Dus ik heb een bedankje gemaakt. Even kijken, stels. Bedankt dat wij in een schone school mogen spelen. Knuffel Liam en Sam. En dan heb ik als kaartje voor Sam's groep. Het was een fijn jaar, knuffel Sam. Even goed doen. Niet dat dat daar allemaal door de war zit. Want dat is niet de bedoeling, hè jongens. Ja. En dan heb ik... dit heb ik trouwens ook bij Sam. Bedankt dat je me laat groeien. En hier heb ik... Het was een super fijn jaar, knuffel Liam. Dus die heb ik ook. En dan heb ik natuurlijk ook
voor Jordi. Een glas. Even kijken, dit is Liam. Ja. Dan heb ik natuurlijk ook voor Jordi. Het was een super fijn jaar. En hetzelfde op deze kant. En daar heb ik zakjes bij. En daar heb ik deze. Dit zijn confetti dingetjes met zaadjes erin, met zomerbloemen. En ik vond dat eigenlijk wel een heel leuk idee. Die kun je dan strooien in je tuin en water geven. Dan komt er iets moois uit. Nou, dat was in ieder geval de bedoeling. En die ga ik even inpakken. En ja, het is eigenlijk gewoon een kwestie van het zakje vullen, dingetje erop. En deze erop plakken. Het is bloemconfetti, staat erop. Composteerbare confetti met wildbloemzaden. Zaden vanaf eind maart tot met juli. Strooi de bloemconfetti in losse grond op een zonnige plek. Geef voldoende water en zorg dat de grond vochtig blijft. Dus dat. En die moet ik dan ook overal opplakken. Dus ik ga even mijn nietmachine pakken, want ik ga ze vastnieten. En ja. Ze hebben echt leuke bedankjes. Echt. Het is tuindreef.nl. En nee, dit is niet gesponsord. Ik heb dit zelf betaald. En ja, dat. Ik ga ze even. Nou, ik heb ze allemaal gevuld. Ik heb ze niet geteld. Ik heb ze gewoon gevuld. En nu ga ik ze nieten en plakken. Dus wat ik doe is, ik pak zo'n dingetje met confetti. Ik vouw dat dubbel. Dan pak ik zo'n plakkertje. Ik zal hem even... Mijn brein kan dat anders niet aan. Dat plak je dan hierop. Zodat die vast zit. Dan pak je zo'n confetti of zo'n dingetje. Die doe je er zo op. En dan is de bedoeling dat je hem vastniet. En dan is dit het pakketje. Deze ga ik even allemaal verder maken. En laat ik zo het eindresultaat zien. Ik heb ze af. Ik had er... Er zijn 6 juffen. En voor Sam. Maar... die gaat pas woensdag weer naar school. Maar daar heb ik ze al wel af. Er zijn 2 juffen voor Liam en Sam. Ik heb... 4 juffen voor Liam. En ik heb 10 juffen. Ja, ja, 10 juffen. En dat is niet om te klagen, maar gewoon, hè. 10 juffen voor Jordi. En daaronder valt ook de logopediste, de fysiotherapeut. Want die ziet hij ook gewoon elke week. En ik vind wel, ja, het is leuk om de juffie alleen iets te geven, maar hè. Ook deze mensen werken heel hard voor Jordi. En ja, ook de mensen die poetsen werken hard op Jordi. Maar dat zijn volgens mij ruim 20, 40 mensen. Om dit daar dan voor te doen. Ja, dat. Maar goed, ik heb ze voor Jordi in ieder geval af. Ik ga ze eventjes in een zakje doen. Dan krijgt hij ze morgen mee. En dan kan... omdat morgen heeft hij weer een juf die de rest van de week niet heeft. Dan kan dat gewoon zo, alsjeblieft, deel maar uit dat. Ja, dan heb ik dat in ieder geval vast geregeld weer. En ik kan het van mijn lijstje af. Niels is weer thuis. Was het goed gelukt? Doorbrengen? Ja. Mooi. Jolan weer thuis. Het was een hele rit, maar 260 kilometer. No. Dat is nog wel. Mm-hmm. Ah, dat kun jij wel. Maar in ieder geval, de pakketjes die ik voor de kinderen heb, voor deze week, omdat de laatste week is voor school, heb ik ook al klaar. Mm-hmm. Zal ik je daar laten zien. En het is zo dadelijk tijd om naar bed te gaan.
Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.